daar doen we het voor, toch? Ja, die staart die hand op haar rug, jongen. Dat is echt het enige signaal, hè? Oh, we gaan het gerichtje Hey, hartstikke bedankt. Goed zo, Tim. Kom maar. Dat is de eigen die komt, hè. Mag je een paar snoepjes maken? Ze mag ze allemaal hebben. Dat hebben we mijn foto allemaal niet. Even naar terug. Enorm groot oor. Altijd is goed. Het is al een beetje bijgekomen. Zijn dracht is ook goed, hè? Ja. Was ja. Het, hij is niet vliegend, hè? Nee, hij is niet vliegend. Nee. Het lamp is schaar, maar het is een schaar. Nee, nog een schaar. Dat wordt dan, voordat je het weet. Niet zo pessimistisch. Hij staat wel heel ruim. 1, 2, 3. Ja. Zie? Ja. Maar welke is het? Want hij is verdeeld. Jij mag zeggen welke het is. Jij hebt je één diploma gehaald, ik niet. Het is P1 en P2 zitten er. Ik twijfel of dit een P3 of een P4 is. Als ik het hier dan ook moet lezen, denk ik dat is een P. Hij mist ineens wat, joh. Mist hij wat? Mist hij? Nee, maar dat vind ik niet uit één. Ik ga dat pand los van voor en achter. Dit stukje voor, ruim, pand. Hier heb je ruimte dan de rest van het pand. We horen twee te zien. Oké, is hij de enige? Nee. Is er nog meer in? Nou, met deze, is het, met deze tand is het de enige. We hebben nog één andere ontbrekende. Okay. Dat is echt een tand. Dat was een P2 en dat was ook heel duidelijk. Ja, met deze zit eigenlijk, in plaats van twee tanden is er maar één tand. Dus, nee, het valt niet echt op. Nee, als je niet, goed niet onder een Duitse keurmeester inschrijft, dan komt het goed. Ik heb er nog nooit wat over gehoord. Nee. Het is ook maar de eerste keer dat ik het heb gehad. Ja. Dat is ook wel heel interessant. Wat vinden jullie van zijn type? Ja, mooi reu. Lekker vriendjes. Ja. Duidelijke reu. Ja, hoe zeg je dat? Harmonische reu. Hij is harmonisch. Ja. Mag je zeggen. Goed. Zit er een mooie kniehoek in?